Alle vrouwen in Vlaanderen tussen 50 en 69 jaar worden om de 2 jaar opgeroepen om zich gratis te laten screenen op borstkanker. Voor de meest voorkomende kanker bij mannen, prostaatkanker, bestaat zo'n systematische screening hier niet. De discussie over zin en onzin daarvan is nog volop aan de gang. Uroloog Peter van Ooyen van het AZ in Brugge raadt mannen vanaf 50 jaar in elk geval aan om jaarlijks een bloedonderzoek te laten doen. Want vroeg opsporen kan veel leed voorkomen. Dat ziet hij dagelijks in zijn praktijk. De patiënten die Koppen mocht interviewen getuigen ook allemaal over het onterechte en gevaarlijke taboe dat nog rust op prostaatproblemen. Mannen gaan al niet gemakkelijk naar de dokter en nog minder als het voor hun prostaat is. Ja, wat zegt? Wel, een beetje zoals we al wat gevreesd hadden, dus de biopsieën die we uit uw prostaat genomen hebben, dus dat zal ik hier tonen. Dus dat is hier hoe ons lichaam eruit ziet, dat is de blaas. Onder de blaas ligt de prostaat, dus uw urinekanaal loopt dwars door de prostaat. Zoals we weten hebben we dus biopsieën genomen, dus weefselstukjes via de dikke darm. En in 2 van de weefselfragmentjes vinden we dus duidelijk tekenen van kwaadaardige ontaarding. Gelukkig nog allemaal vrij beperkt. Dus helemaal in de beginfase. Helemaal in de beginfase. Dat zijn ook. Ja, ja. Gerard, we gaan een botscan nu verrichten om zeker te zijn dat er dus geen uitzaaiingen dus in het skelet aanwezig zijn. Komt u maar, kijk. Dat is hier de isotopist, die zal voor u zorgen. Hè? Gerard is 58 en laat al 2 jaar zijn bloed testen op prostaatkanker. Hij wou er vroeger bij zijn dan zijn vader. Die liet zich pas op zijn 68ste voor het eerst controleren. De kanker was toen al uitgezaaid. Mijn vader was nog iemand van de relatief oude stempel. En al wat dat aanhing van prostaat en dergelijke zaken meer, ja, daar werd veel om gelachen, klachten vertaald en dergelijke zaken. Maar als puntje bij paaltje kwam, dan was er inderdaad een bepaalde schroom om daar naar de dokter mee te gaan. Zijn vader sterft 10 jaar later aan de gevolgen van de ziekte. Ik hoop inderdaad dat het niet zou uitgezaaid zijn, want ik heb het voorbeeld gehad van mijn vader dus, dat het wel uitgezaaid was. Die heeft dan achteraf een zware operatie moeten ondergaan, heeft dan ook bestralingen gekregen enzovoort enzovoort. Natuurlijk, die bestralingen, dat is niet evident en ik hoop dat het alleen maar stopt met het wegnemen van de prostaat van mijn tweeën dus. 1 op de 10 mannen krijgt prostaatkanker. Het risico neemt toe vanaf 50 jaar. Ja, het is gedaan meneer. De kans op prostaatkanker verdubbelt als je vader het heeft en verviervoudigt als ook je broer het heeft. En toch laten de meeste mannen zich niet controleren. Het woord prostaat is voor de meeste mannen nog steeds een zeer groot taboe. En dat taboe komt voornamelijk voort uit onwetendheid en die onwetendheid geeft aanleiding tot angst. De meeste van de patiënten die bij mij langskomen, zeker meer dan de helft, weten niet eens waarvoor hun prostaat dient, laat staan waar hun prostaat ligt in het lichaam. Hè. Dus ze zijn dan ook dikwijls zeer verbaasd om het te horen dat het de fabriek is van hun zaadvocht en dus in feite de belangrijkste voortplantingsklier is in ons lichaam. Rick is 76. 3 jaar geleden neemt zijn vrouw hem mee naar de dokter voor een controle van zijn cholesterol. Deze bloedafname wijst echter op een heel ander probleem, met zijn prostaat. Ik denk wel dat er een groot taboe was. Ik heb nooit geweten dat ik een prostaat had. Ik wist dat ik een penis had, maar wat dat de rol van de prostaat was, niemand sprak daarover. Ik heb zelf de indruk dat veel dokters daar weinig over wisten. Na grondig onderzoek blijkt het om een zeer ernstige vorm van prostaatkanker te gaan. Ja, dus de dokter heeft mij het resultaat gegeven. En het bleek dus dat het niet alleen de prostaat aangetast was, maar dat er ook uitzaaiing was naar mijn bekken. En hij heeft me dan ook de beelden getoond. En toen werd ik me zeer goed bewust dat het een ernstig geval was. Rick wordt 3 weken bestraald en volgt nu al 3 jaar een hormonale therapie om de kanker te onderdrukken. Hierbij wordt het mannelijke hormoon testosteron uitgeschakeld. Chemische castratie dus.
Het gevolg van die hormonenkuur is dat je bepaalde lichamelijke inder hebt. Dus mijn stem die vermindert, mijn tepels die opzwellen en gevoelig worden, pijnlijk soms. En dus op gebied van als man zijt je in een zekere zin verminderd, omdat je geen zaadlozing meer hebt. Maar voor de rest in feite heb je een normaal seksueel leven. Hoe vroeger je erbij bent, hoe groter de kans op genezing. Beginnende prostaatkanker voel je niet of nauwelijks. Daarom gaan mannen volgens dokter Van Ooyen best vanaf hun 50ste jaarlijks op controle. Oké, Gerard, ja. Dat ziet er een prima botscan uit. Hè? Dus geen enkele zwarte verdachte hotspot. Hè? Er zijn dus geen uitzaaiingen te zien, niet op het skelet en niet op de scanner die we van uw buik gemaakt hebben. Dat is prima. Er zullen dus met andere woorden geen chemotherapie noodzakelijk zijn of andere hormonale therapie. Zoals mijn vader dus steeds zei. Inderdaad. Dus hier zullen we dus kunnen de zaak genezen door het uitvoeren van een ingreep, dus een radicale prostatectomie. Een ingreep dus waarbij de prostaat volledig verwijderd wordt, maar op zenuwsparende wijze. Zodanig dat we maximale kans hebben om uw seksuele functie te bewaren. Dus om de erectie te bewaren. Ja. Bij Stefan is begin dit jaar prostaatkanker ontdekt. Uitzonderlijk voor iemand van 42. De kanker is niet uitgezaaid en dus heeft de uroloog zijn prostaat verwijderd via een zenuwsparende ingreep. Dat kan leiden tot tijdelijke incontinentie en impotentie. Incontinentie is nu zo. Gelukkig bij mij heb ik ook weer daar weinig last van gehad, om zeggen ze niet. Behalve bij inspanningen moet ik opletten, dan zou ik een urinevries hebben. Maar dat is iets die zeker leefbaar is momenteel. Het enige wat momenteel is natuurlijk die impotentie. Qua seksleven is momenteel zeker improviseren. Laat ons een kat een kat noemen. Neuken is er niet bij, want je kunt geen betrekking hebben als je geen erectie hebt. Dus waar is dat momenteel? Dat is gewoon strelen en masturbatie. Het is het enige die kan. Maar het haalt de druk van de ketel. Zet u hier maar op de tafel. Oké, mag je helemaal plat leggen op de tafel zo? Prima. Meestal heeft de erectie om te recupereren 3 tot 6 maanden nodig. Dus we gaan bij Stefan nu beginnen met het aanleren van zelfinjecties in de penis. Om het mechanisme van de erectie te onderhouden, dat is belangrijk. En van zodra hij wat erectie vertoont, dus dat er wat zwelling van de penis komt, kunnen we overschakelen naar erectiepillen, zodanig dat hij die hinderlijke spuitjes eigenlijk niet meer goed toe te doen. Kijk Stefan, we gaan u dan straks even leren hoe zo'n spuitje te geven om een erectie te krijgen. Dus dat is eigenlijk zeer eenvoudig. We plaatsen een zeer dun naaldje waarmee de injectie in het zwellichaam van de penis kan berecht worden. Uiteraard beginnen we altijd met een lage dosis om zo weinig mogelijk kans te hebben op een te langdurige erectie. Voilà. Iets minder dan de helft van de mannen blijft impotent. Ze zijn heel hun leven afhankelijk van zelfinjecties of erectiepillen. Niet zo voor Stefan. In de toekomst, gezien zijn jonge leeftijd, gezien het feit dat we langs beide zijden een zenuwsparende operatie hebben kunnen doen, is er hier alle kans dat hij een goede recuperatie van zijn erectie zal zien. We gaan nu even een kleine bloedafname doen, waarbij dat we de PSA controleren om te zien dus dat er geen tumorale activiteit meer meetbaar is. Komt u maar binnen. Rick moet om de 3 maanden op controle om te zien of de hormonenkuur de kanker blijft onderdrukken. Bij meneer Scholiers verwacht ik nu geen probleem. Het is pas wanneer het gezwel als het ware weerstandig wordt aan zijn therapie, dat we in de problemen kunnen komen. Klein prikje, nee? Ja. Eenmaal dat een prostaatgezwel dat uitgezaaid is, niet meer luistert naar de hormonale behandeling, dan is de gemiddelde overleving van de patiënt plus minus 2 à 3 jaar. Meneer Scholiers, ik verwacht geen problemen. Morgen hebben we de resultaten van uw PSA. U mag mij daar rustig telefoneren. Dank u vriendelijk. 3 op de 100 mannen met prostaatkanker sterven uiteindelijk aan de ziekte. De reportage was van Johan Gijsens.